We hebben vanuit de Universiteit in Tilburg een competencecard ontwikkeld. Dat is een nieuw instrument waar we mee gaan zorgen dat de vluchtelingen die nu binnen de landsgrenzen zijn en stadsgrenzen, dat we daarvan duidelijk kunnen maken, zij zelf, de mensen, wat ze in huis hebben. Aan kunnen, kennis, ervaring en ook affiniteit. Als we dat doen, dan helpen we mensen om zich te documenteren. Als dat gebeurd is en dan mensen hebben zo'n kaart, dan kunnen ze daarmee ook gaan praten over een stage, vrijwilligerswerk, de stap naar werk, contact met bedrijven of met een school, met een opleiding, met een ROC om een vervolgstap te maken. Dus het belangrijkste effect wat we willen bewerkstelligen met de vluchtelingen is dat zij in beeld komen. Dat zij niet één grijze massa zijn van mensen die gevlucht zijn, maar dat we kunnen laten zien deze mensen hebben menselijk kapitaal, die kunnen iets, die willen iets. We hebben dit initiatief opgezet samen met de gemeente Tilburg als partner. Omdat het voor een gemeente van groot belang is dat de mensen die er nu zijn, dat die een stap kunnen maken binnen de Nederlandse of Tilburgse samenleving. Dus het partnership met de gemeente, dat helpt om die vervolgstap te maken. En tegelijkertijd werken we ook samen met een bedrijf en met Promovendi die de expertise hebben om die kaart te kunnen maken. Als we de kaart hebben, dan hoeft dat niet beperkt te blijven tot Tilburg. Want het is eigenlijk een universele methode. Alle vluchtelingen, of eigenlijk alle mensen, zijn geholpen met een goed document wat weerspiegelt wat mensen kunnen. Dus we hebben nog niet zo heel breed gecommuniceerd. Zullen we binnenkort wel doen, want we starten nu de pilot. Er is ook een opleidingsdag die aan de universiteit plaatsvindt, waar we ook een eerste test doen met de vluchtelingen voor de kaart. Maar als we hem hebben, dan weten we dat er belangstelling is van UNESCO, van andere steden. En dan zijn we ook in staat om te helpen om dit vrij snel breed uit te rollen over Nederland. Omdat het punt, het probleem of de uitdaging, hoe gaan deze mensen op een goede manier die Nederlandse samenleving, ja, dat speelt intussen breed. Het is ook een plan voor de lange termijn. Dit is ook een plan voor de lange termijn. Want uiteindelijk gaat het niet om even een snelle stage of werkervaringsplaats, maar de competence card die moet de basis voor de verdere doorontwikkeling van mensen bieden. Dus integratie in de samenleving. Maar ook het liefst dat mensen een ladder kunnen beklimmen. Dat zij op basis van wat ze konden, en daar zitten heel vaak onverwachte competenties in, dat weten we nu al, maar ook door kunnen groeien. Zoals elk mens zich wil blijven ontwikkelen. En bij die blijvende ontwikkeling, daar hoort ook een instrument waardoor je ook kan laten zien en makkelijk kan communiceren wat je in huis hebt en wat je zou willen. Wie komt hier voor een aanmerking? In principe komt iedereen een aanmerking. Want wij vinden eigenlijk dat ook al zou je nog geen status hebben, dan zou je nog geholpen zijn met de competencecard. Zelfs al zou je terugkeren naar je eigen land, dan heb je nog een Tilburg competencecard die je weer kan gebruiken in eigen land voor een vervolgstap. Dus als het aan ons ligt, is die voor iedereen die op dit moment als vluchteling in Nederland is. Wat moet ik me bij voorstellen bij een competencecard? Hoe ziet dat eruit? Een competencecard die is opgebouwd uit een aantal onderdelen, een aantal modules. En die vraagt ook naar wat voor opleidingen deden mensen en op welk niveau. Maar er zit ook bijvoorbeeld een overzicht in van type competenties die zijn veel algemener. Van kun je goed organiseren, kun je goed presenteren, kun je goed communiceren. Dat is ook heel belangrijk, want in veel beroepen en functies zijn dat hele belangrijke competenties. En ook een onderdeel, dat is ook heel belangrijk, dat zijn de zogenaamde digitale competenties. Dus we zorgen ook dat in de kaart duidelijk wordt wat voor ervaring mensen hebben bijvoorbeeld met Windows, met Word, met Excel, met websites bouwen. En als je dat weet, dan ongeacht wat mensen nou precies een opleiding hadden of beroep, dan kun je daar weer een haakje vinden om mensen weer een vervolgstap te laten maken.